Ik lees de tekst van de eed aan u voor. Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Meneer Tijlf. Zo waarlijk help ik mijn God almachtig. Dank u wel. Laat ik eerst. Ik ben nu 8 maanden lid geweest van de gemeenteraad. Vol enthousiasme, vol plezier. Heb helaas moeten besluiten om te gaan stoppen. Heeft alles mee te maken dat ik belangrijk vind dat een raad zich volledig kan focussen op het werk als raadslid. En zoals u hebt gelezen in mijn ontslagbrief, is het feit nu zo dat ik heb moeten kiezen. U weet, ik ben ook statenlid. Ik werk ook voor Regio Twente als ICT-adviseur. Dat doe ik met veel plezier, veel genoegdoening. Maar ik wil het werk als raadslid ook met voldoende tijd kunnen uitvoeren. En ja, dat lukt gewoon net niet helemaal. Vandaar dat ik de keuze heb gemaakt om na 8 maanden te stoppen als raadslid. Ja, Joey Tijlf. Ik ben nieuw raadslid voor de PVV hier in Amelo. Het is vandaag geïnstalleerd. Ik ben hier 20 november en ja, heel erg enthousiast. Ook echt blij mee dat ik deze kans heb gekregen. En ja, ik ga ontzettend mijn best doen om gewoon het PVV-woord zeg maar, hier te verkondigen. En gewoon samenwerken met andere teams om zo ver mogelijk te komen. Wat ik hier verder van verwacht? Qua op het gebied van de gemeenteraad, wat we kunnen gaan bereiken. Gewoon het beste waar onze kiezers ons voor gekozen hebben. Want ondanks dat uiteraard niet dat ik er niet direct in zat, betekent niet dat ik er niet mee bezig ben geweest. Dus ik ga gewoon het beste doen.